Hey YouTube, dit is Mike Romeo. En vandaag breng ik jullie een 9 tegen 9 Ground War Domination op de map C-Town. Breng jullie mijn team van killers, mijn army, mijn leger. Introduceer van links naar rechts. I eat bullet. What up bro? Tijdje niet gesproken. Hij speelt met de UMP. Zijn favoriete gun. Naast hem staat Orny. Met de strijker. Beast. Evil monkey. Met de AK-47. Stijntje. Met de MP7. Special man met de MP7. Mootje knife met de MP7. Deze man, goede speler. Swipe knife met de ACR. En patser gedrag. Ja man, MP7. Patser, what up? Jullie stem van vandaag met de PP90 alias de Dildo Gun. Mike Romeo, let's go! Romeo's, kunnen jullie me horen? Ik hoop het wel. Dit is een van de challenges die ik heb gedaan met de patsers. En jammer genoeg heb ik er niet zoveel gedaan. Zoals ik gehoopt had. Maar dit is eentje van. Dit is onder de 21. Deze challenge was grappig om te doen. En we hadden hem eigenlijk best wel snel. Moet ik zeggen. De challenge luidde zeg maar. Je mag geen alcohol drinken. Of tenminste kopen als je onder de 21 bent in Amerika. En toen bedacht iemand zich om een challenge te maken. Dat wij in een domination game tegenstander onder de 21 zouden moeten krijgen. En dat hebben we gedaan. We domineren deze game. Ground War, nog moeilijker dan 6 tegen 6 zelfs. Of niet? Ja man, het is moeilijker. Maar het is ons gelukt. En ik had fun. Dit is een leuk team. Ik speelde vaak met AI Bullet. Maar dan heb ik al een tijdje niet gesproken. Goeie speler. Ik begon ook meer te spelen met Mochi Knife. Maar hij heeft kapot veel gespeeld. Echt, hij heeft veel uren heeft die erop zitten. Echt een veteraan. Maar een goede speler. Was een leuk team. Leuk team om mee te spelen. En we domineren gewoon. Nog een paar dagen, guys. Dan is het zover. Black Ops 2. Ik zie al heel veel YouTubers. De meeste Amerikaanse YouTubers die de game al hebben. Damn, genoeg tube. Maar dat is niet erg, weet je. Als ik het kon krijgen, de game eerder, had ik het ook gedaan. Het enige wat hun hebben is eigenlijk dat ze een voorsprong hebben. Dus ze kunnen maps checken. En eigenlijk kunnen ze al heel veel dingen kunnen ze checken. En dat kunnen wij pas op de release datum. Ik verslik hem even. Maar ik zou het ook doen, weet je. Dus big ups to hun die de game al hebben. Als ik hem eerder kon krijgen, dan speelde ik hem ook wel dood. Maar ik ga in de rij op 12 uur 11:59 op 12 november. En dan sta ik gewoon in die rij te wachten. Grappig is trouwens, ik begon daarmee met Black Ops. En ik had nooit eerder voor een game in een rij gewacht, weet je, voor een winkel. Ik voelde me echt een nerd. Maar ik wist niet wat ik moest verwachten. En ik heb met Modern Warfare 3 precies hetzelfde gedaan. En ik kwam eigenlijk nog best wel laat aan, want mensen stonden al vet lang in die rij te wachten. Allemaal met beveiliging stond erbij. Je mocht maar één frame mocht je naar binnen. Volgens mij heb ik dit verhaal al eerder verteld, maar doet er niet toe.
Weet je, hoe ga jij die game halen? Heb je hem gepreorderd? Dus dat je hem de volgende dag pas gaat halen. Dus echt op de 13e. Of ga je hem de dag van release halen? Heb je hem al eerder binnen? Kan ook. Maar ik zat te twijfelen, weet je. Ik dacht dat ik allemaal nerds en zo ging zien. Maar het zijn verschillende mensen. Het zijn gewoon mensen van de straat. Het zijn computernerds. Het zijn wat oudere mensen, vaders. Zelfs meiden. Meiden waren er ook. Heel weinig, maar toch. Ze spelen het. En miljoenen worden weer verkocht natuurlijk. Dus ik kan niet wachten voor Black Ops 2. In ieder geval, ik heb weer een computer die werkt. En het duurde echt lang voordat ik deze commentary kon maken. Want ik moest al mijn apparatuur weer in orde hebben. En heb ik het niet helemaal in orde. Maar ik ga je vertellen wat ik gekocht heb. Ik zat te twijfelen tussen een laptop en een desktop. Dus toen heb ik mezelf geïnformeerd. Of laten informeren in ieder geval. En die man was echt, zit in de start. Heel klein winkel, computerwinkeltje, maar hij kon me alles vertellen. En ik ben echt een computernoob, weet je. Ik weet er vrij weinig van. Ik had een laptop en daar deed ik allemaal commentaries op. Dus ik vertelde hem, ik moet iets hebben wat snel is, dat ik snel kan renderen. Ik maak video's. En toen gaf hij me informatie. Ik heb geen computer bij hem gekocht. Dat is wel fucked up. Maar ik heb gecheckt. Toen ben ik naar BCC gegaan. En toen was er zo'n jongen, misschien een stagiair, weet je, helemaal netjes in pak, pantalon aan, overhemdje. En hij vroeg aan me, van kan ik je helpen? Ik zeg, ja is goed. En toen stel ik hem wat vragen en hij stond me echt aan te gapen alsof ik zijn zuster heb gedate ofzo. Dus toen haalde hij iemand van BCC zelf erbij, echt zo'n nerd. Weet je, zo'n computer whiz kid. En die kon me echt veel vertellen. En hij ging ook op internet zoeken voor me. Hoe snel het eigenlijk was het renderen van video's met die computer en met die computer. En dan kwam eruit dat ik de i7 nodig had. Intel, i7. Want die rendert eigenlijk 15 minuten sneller dan mijn laptop. Dus ik ging voor die desktop. Ik heb een Medion gehaald. En ik kende dat hele merk ken ik niet. Maar hij vertelde dat het is een Duits merk. Werd verkocht bij Aldi en Lidl. Maar nu verkopen ze het gewoon overal. Dus ik ga kijken hoe goed die is. Mijn specificaties trouwens. Mijn harde schijf is gewoon 2 terabyte. Werkgeheugen van 8 gig heb ik. En die processor wat ik al vertelde is een i7. Een 3770. En mijn videokaart is een GeForce. GTX 550. En mijn videokaartgeheugen is gewoon 1024. Dus het is op zich wel een vrij krachtige computer. Dus ik hoop dat het wat uitmaakt met renderen en zo. We gaan het zien. Dus verwacht meer video's van mij. Ik moet alleen nog even wat dingen gaan uitzoeken. En that's it. 200 om 19. Ik zei het toch, we gingen domineren. Patserig gedrag. Mochi Knight met de final kill. Met zo'n noob. Met dead man's hand. Ik ging 50 op 4. Bedankt voor het kijken. And peace!